Oké, daar gaan we weer. Vivianus. Ja. Wie ben je? Waar kom je vandaan? Ik ben in Zoetermeer opgegroeid, daarna naar Leiden vertrokken. En ik studeerde op het conservatorium jazz, zang en koordirectie. En dat was in Den Haag en Rotterdam en Haarlem. En in Leiden woonde ik dan en studeerde op psychologie tegelijkertijd. Dus je bent, hebt als dirigent... Ben ik uiteindelijk afgestudeerd. En als psycholoog. En als psycholoog, ja. En heb je veel profijt van de studies die je gedaan hebt? Zeer zeker. Ik werkte op een gegeven moment ook overdag als behandelaar in een eerstelijnse praktijk. Gewoon mensen met depressie of angst of burn-outs. Die kwamen bij mij. Ja. En s'avonds had ik 5 koren en optredens als jazzzangeres. En ik heb cd's geproduceerd. Ik heb festivals georganiseerd. Ja. Allerlei dingen. Zo. En met wie speelde je dan? Zou die, wat je zegt, je hebt cd's geproduceerd? Ja, ik heb één cd was in 2009 heb ik met een quintet allemaal eigen nummers. Ja. En de gitarist was Jane Raps. Ja. Bas Kistjes op bas. En Nico Hoesthuis op drums. En ja, superleuk. En de tweede cd, die is wat recenter, dat was totaal a cappella. Samen met een producer uit Australië. En met wie? Of alleen? Hij heette Jeff Baker. Ja. En hij was meer in de trip-hop. Ja. En toen heb ik volledig vocaal cd met hem geproduceerd. Dus ik heb alle stemmen zelf gezongen. Zo. Ook eigen composities. Ja. En je bent veel in Amerika? Ja, al 2 jaar nu. Hoe komt dat? Ik had in 2007 een workshop gedaan in Italië bij Umbria Jazz. En daar had ik een beurs gekregen voor, ja, gewonnen om naar Berkeley te gaan. Toen heb ik in Nederland allebei mijn studies afgemaakt. En toen ben ik naar Amerika vertrokken. Sinds 2012 zit ik daar dan. En studeer ik daar in Berkeley College of Music, zo dat heet. Ja. Ja. En hoe kom je daar nou anders zo terecht als Nederlands meisje? Nou ja, op die workshops in Italië die zij doen, dat wordt gegeven door Berkeley zelf. Ja? Daar zijn ze dus met talent scouts, zijn ze wel aan het kijken van wie zij graag in hun school willen hebben. Ja. En die zij dan uitkiezen, die krijgen een beurs. Kom maar naar onze school. En dat is nooit genoeg, zo'n beurs. Dus dan moet je fondsen werven en sowieso natuurlijk auditie doen en dat je op welk niveau je precies kan instromen. Ja. Ze hadden tegen mij gezegd dat ik het in 2 jaar zou kunnen doen, omdat ik al mijn basistheorie van het conservatorium in Nederland had gedaan. Dus in plaats van 4 jaar zou ik dan 2 jaar nodig hebben. En dat hield wel in heel veel geld. Ja. Ook. Toen heb ik andere beurzen aangevraagd. En gekregen. Fulbright, VSB, Pieter Hendrik Muller, Prins Bernhard. En ook gewoon bedrijven en businessclubs die mij sponsorden. Een aantal bedrijven hebben cd's gekocht, in hun kerstpakket gestopt. Oh. Ik heb voor in Holland. Maar dat ook kerst niet hebben. Nee, dat was gewoon een manier om mij te sponsoren. Ja. Ja, ik hou niet van gratis geld. Ik moet wel, ja, moet wel. Nou, dat is toch een mooie instelling. Maar ja, je moet ergens beginnen, hè? Ja. Dus, ja. En dan ben je in Amerika terechtgekomen en dan ja, lees je toch behoorlijk wat grote namen waarmee je samen speelt. Hoe is dat dan gegaan? Nou, je komt daar aan en Berkeley is heel groot. Het is echt een fabriek en ze hebben dus ook de middelen om allerlei, ja, supersterren in te huren. Ja. En daar, die komen dan lesgeven en dan kun je naartoe en er zijn concerten. Ja. Ik heb een aantal bekende jazzmuzikanten in mijn netwerk en daarmee kon ik ook weer andere mensen ontmoeten. Dus dan ga je naar New York met mijn mentor Joe Cohn en daardoor kom ik dan de Ruben Rodgers tegen. En ineens gaat het lopen en dan zie je, ja, ja, dat is ja, superleuk. Ja. En in Berkeley zelf zit ik dan in een talentprogramma. Je moest je auditie doen en dat heet dan het van de 4000 zitten er 30 in een soort selectie voor jazz, want die willen echt jazz. En die 30 die zitten dan weer in een aantal bands verdeeld. En die bands krijgen extra lessen en extra optreedmogelijkheid. En dit programma wordt geleid door Danilo Perez. En hij is de pianist van Schroeder. Wat dus ja, resulteert in dat eigenlijk zijn hele kwartet bij ons les kan geven. Dus we hebben les van Dave Rutman en Ben Street.
En Alain Pasqua is langsgekomen en Joe Lovano regelmatig. Ik heb les gehad van George Arzon. Mijn hoofdvakdocent was Ed Seenden, vibrafonist. En Christine Fawson, een trompetiste. Dus ja, ik probeer wel iets minder vocale benadering. Ja, want ik zing wel. Ja. Maar door les te hebben van deze grote instrumentalisten, kan ik wel veel meer leren. Ja, maar je speelt zelf geen instrument, hè? Ja, ik speel piano, niet als op het podium hoor. Nee, ja, oké. Okay. Ik schrijf op de piano. Ik heb heel veel origineel werk en dat schrijf ik dan aan de piano. Dat vind ik wel fijn. Ja. Ja. En nu ga je dan met Lee Konitz werken? Zaterdag, hè? Is dat en met Florian Wem? Ja, Weber. Ja. Hoe is dat gekomen dan? Nou, ik kwam Florian tegen op een concert ongeveer 1,5 jaar geleden in New York. Ja? Hij speelde met Erik Vloermans, want ik dacht Nederlanders in New York en ik was daar, dus dan ga je langs en dan zwaaien. Ja. En ja, super, super mooie muziek sowieso. Ja. Dus ik was heel enthousiast en toen sprak ik met Florian en die woont in New York en in Duitsland, dus de reis op en neer. En we raakten aan het mailen over mijn composities en dat vond hij heel interessant en mooi. En uiteindelijk was hij, een paar maanden later was hij in Boston. Mm-hmm. Omdat hij moest iets zakelijk doen met Berkeley of zo. Yeah. En toen zei ik, oh dan doen we toch een kop koffie of zo. Yeah. En op dat moment dat hij aankwam was ik aan het repeteren. Dus toen hebben we gejamd. En super lang en super cool. Dus ik was helemaal gecharmeerd van wat hij met de piano kan. Hij speelt dan counterpoint lijnen tijdens mijn solo en hoe hij mij uitdaagt met mijn composities. Dat vind ik echt bizar. Ja? Er zit meer in dan dat je zelf dacht in je composities. Ja, dan zei ik, het is net een jazzstemmer toen dat. Ja, nou dat is toch wel een compliment. Superleuk dat hij echt graag mijn composities speelt. Ja. En hij speelt allerlei genres. Zijn moeder is de opera-zangeres, dus hij heeft ook echt een klassieke achtergrond. Ja. Maar ondertussen is hij geïnteresseerd in alle genres. En met Lee Konitz speelt hij echt jazz, weet je wel. Ja. En heeft jou voorgesteld aan Lee Konitz om mee te spelen? Nou, ik dacht de Leidse Jazz Week volgend jaar. En ik wil heel graag met Florian spelen. En als het kan, waarom dan niet Lee Konitz erbij vragen? Ja. En ik heb Florian al gesproken en wil je dat dan vragen? En ja. Ze hebben ja gezegd. Kijk, en dat is best wel zeker dus, hè? Want het is een programma van de Leidse Jazz Week. Ja, toen heb ik met de gemeente Leiden overlegd en financieel rondgekregen en toen heb ik het georganiseerd. En het gaat gebeuren dus zaterdag in de Hoogkantse Kerk. Zaterdag, dat is de hoeveelste is dat? 25 januari. 25 januari, ja. En wat speel je dan? We doen twee sets. De eerste set is een duo met Florian, waarin we vooral mijn composities doen. En de tweede set is Lee met Florian, waarbij ik dan, dat zijn meer de jazz en het gangbare repertoire wat zij doen, waarbij ik dan aanhaak. Ja. 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 En ja, Lee Konitz is iemand, weet je, die gaat er zo lang mee. Dat is echt een legende. En die wil ook op een moment creëren. Er wordt niet heel erg iets afgesproken. Nee. Er wordt wel, ik bedoel, je moet gewoon die nummers kennen. Ja. Maar heel veel wordt ook geïmproviseerd op dat. En vind je dat niet spannend? Ja, wel. Dat is toch een uitdaging? Het is. Ja, ik kan niet meer doen dan wat ik kan. Toch? Nee. Ja. Ik kan wel 100.000 dingen verzinnen die ik nog moet leren. Ja? Ja. Ik heb ook een lijst. En nou heb je deze samenwerking met die twee. Gaat het nog een vervolg hebben in de vorm van iets anders? Ja, ik heb altijd wel ideeën. Maar eerst even terug naar Berkeley en dan afstuderen. Want de begroting is rondgekomen, dus ik kan inderdaad afstuderen. En dan kan ik op hetzelfde visum kan ik een soort van stage lopen en dat is dan gewoon freelance muziek maken. Ja. En dan verandert mijn studievisum in een soort werkvisum tijdelijk. En dat is een jaar en dan kun je een jaar zingen in New York eigenlijk. Ja, heel mooi. Ja. En wat daar, dan moet dan misschien een cd nummer 3 uitkomen of
Ja, met de iconisch is natuurlijk wel gewend om, opnames te maken en alles. Dus wellicht kan je daarin mee. Zou geweldig zijn. Okay. Ja, als je denkt aan Empodia, wat kunnen Empodia bezoekers van jou verwachten? Zaterdag. Een heel mooi concert. En voor de toekomst wil je? Ja. Ik weet niet. Van alles. Ja. Ja. Maar zaterdag gaan ze. Ja, nee, we gaan het natuurlijk even laten zien. Dat is goed. Ik wens je heel veel succes. Cool, dankjewel. Ja? Oké. Okay.